Enorme merci, echt waar. Heel, heel graag gedaan. Het is de grootste eer die ik ooit gehad heb. Ja. Merci. In augustus hebben wij een heel heftige maand gehad. Mijn broer Ruben heeft besloten van hier te verdwijnen. Want hier, het was genoeg voor hem. Het was hier geweest. Dat heeft ons enorm aangegrepen. Ruben had ook psychische problemen, wel een beetje. Enorm denken, enorm met van alles bezig. Hem heel veel aantrekken ook. Het was hem te veel geworden. Daardoor heeft hij beslist van hier niet meer te zijn. Hoe oud was Ruben? Ruben was op die moment 29 jaar. They are parting the cities, those bright burning horses. Wat voor broer was hij voor jou? Niet alleen een broer, ook een hele goede vriend. Fantastische onkel. Ja. Fantastische cafébaas, de café ook. Fantastische muzikant ook. Ruben was een rapper, woordkunstenaar. Als hij donkere gedachten had of moeilijke gedachten had, schreef hij dat neer in teksten. Die zette dan op een beat. En dat was zijn uitlaatklep en hij kon daardoor heel veel van zich afschrijven. Ja, ik voelde zeker een sterke connectie met Ruben. We delen vele raakvlakken. De monsters waar hij mentaal mee kampte, daar kan ik me zeker mee identificeren. Ik voel wel de struggle, ook als ik zijn muziek luister, de dingen waar hij over spreekt. Zijn niet onbekend voor mij. Dus ik denk dat wij elkaar heel goed hadden kunnen verstaan en dat wij dikke maat hadden kunnen zijn. And everyone is hidden and everyone is cruel. Hij heeft als rapper naar de teksten van je broer geluisterd en jij bent daarmee aan de slag gegaan, Safi. Ja. Dus ja, ik had begrepen dat jullie graag nog een laatste keer het nummer Bel hadden gehoord van Klopt. Hem. Ik heb het zoveel mogelijk in zijn originele gedaante gelaten. Ja. Hij is er zelf ook op te horen. En ik heb eigenlijk aan de hand van de teksten die jullie hebben voorgedragen op zijn begrafenis, heb ik geprobeerd hem zo goed mogelijk nog te leren kennen. En een ode dan te schrijven op zijn nummer voor hem en voor jullie. Dus eigenlijk gaat het een soort van een duet worden tussen Safi en jouw broer Ruben. Zie je het zitten om daarnaar te luisteren, zeker. Maxime? Ik weet het vaak zo lastig, ambetant, kinderachtig, soms een spas zonder tact dat steeds aan bras maakt, maar snap toch. Dat ik er zal zijn als het nodig is. Ik wil niet melig klinken, maar ik weet niet als ik erover ging. Soms gewoon een kind, maar ik blijf. Zelfs als de boot zinkt, maak schoon schip. Bel dus naar mij, ook als ik in nood zit. Pak een telefoon, ik luister tot de storm over is. En voel de ton weer komen, zoek de persoon waar je troost bij vindt. Deze is voor iedereen, waar dan ik iets om geef. We delen lief en leed, moet kiezen, kies ik vrienden eerst. En dan de rest, fuck dat geld, fuck mijn werk, fuck alles. Echt fuck rap, wat mij betreft, dat is niet wat telt. Nee, het ligt dieper. Muziek is zielig, als ik het niet kunt delen met mensen dat echt verdien. Een mening is oprecht, kritiek meestal terecht. Omdat je om hun geeft, weet omgekeerd dat jij ook telt. Dus bel. Yeah. Dit is voor Ruben, a.k.a. gewoon Ruben. R.I.P. Rust in paradijs. Beste Ruben. Het voelt gek, het lijkt alsof ik u kende, ondanks ik u nooit ontmoet heb. Moet zijn door de vele raakvlakken die we delen, damn. Je liet de wereld achter met een diepe leegte en een niet te hele pijn.
Je wou gaan, je wou niet blijven. Ik zie mezelf in de woorden van familie en vrienden die jou omschrijven. Wij hadden eindeloze gesprekken kunnen voeren, want ik weet wat het is om u zo kut te voelen. Ik ken ze wel, die gedachten. Dat monster dat niemand mag zien en schuilt achter een lachend masker. Ik heb al vaak in uw schoenen gestaan, Ruben. Daarom wil ik een eerbetoon geven. No music for life, Ruben. Maar ik wil niet rouwen, ik wil u vieren. Jij inspireert me en nog zoveel zielen. Als ik uw nummer had, had ik u gebeld en verteld. Verlaat me niet, maat, want je bent mijn held. Want jij waart zo van. Gewoon Ruben, rust in vrede. Hey. Ja, jij waart zo van. En dat sierde u. Rust in vrede. Ja. Wat kunt je schrijven over iemand die het schrijven zo meester was? Jill, wat schrijven betreft, eerste klas. De soundtrack van Café Lawaai. Geen small talk als je vroeg hoe het ging, maar een oprechte vraag. Nog dingen die mensen vinden. Gekleurde levens met oogverblindende felle tinten. Maxime baalde dat de cadeaus niet voor hem waren op uw geboortedag. Maar weet dat het mooiste geschenk uw geboorte was. Alles is niks zonder u. Geraakte mensen, dus je zult gemist worden nu. Je schreef niet als je u gelukkig voelde, Superman. Want dan had je het veel te druk met gelukkig zijn. Dat is van uw matti-matti, Ruben, zoveel dat we van u kregen. Daarom zo moeilijk nu voor iedereen om af te geven. Van een fan naar een fan, van één artiest tot een ander. Dank u voor wie je waart en dat je nooit zijn veranderd. Want jij waart zo van. Gewoon Ruben, rust in vrede. Ja, jij waart zo van. En dat sierde u. Rust in vrede. Hey. Je zei nog, bedankt voor alles, het is beter zo. Gordijnen dicht, maar het doek valt nooit voor een legend. Je zei ons licht, iedereen die u graag ziet, zou u nog eens graag zien en vastpakken. En nog eens om een grap lachen. Ik wou dat jij iemand gebeld had, maar dat is verleden tijd. Nu leren wij van wie je waart, uw eerlijkheid, uw puur hart. Uw onverbloemde mening, uw warme liefde, uw nummers die iedereen meezingt. Maak een vuist voor Ruben. Enorme merci, echt waar. Heel graag gedaan. Het is de grootste eer die ik ooit gehad heb. Ja. Merci.